Hallo, welkom in een nieuwe video waarin ik geleid werd om het als audio op te nemen, zodanig dat alle energie gefocust wordt naar het luisteren en dus eigenlijk de beweging maakt om naar binnen te gaan. En het eerste wat ik toe geleid word om te nemen zijn de kaarten die ik altijd gebruik om wanneer het gaat over schaduwen. Waarom? Omdat sinds eind december en meer nog eigenlijk met de nieuwe maan vorige week zijn er heel veel dingen verschoven. Sowieso wanneer dat gaat op vlak van relaties ga je tussen nu en laten we zeggen eind april belangrijke verschuivingen zien. Ervaren merken, dat kan zijn de liefde met jezelf, dus de relatie met jezelf. Dat kan zijn in een connectie. Dus sowieso dingen rond relaties. Plus, wat dat ook heel hard en heel duidelijk wordt in dit jaar, 2024, is dat we niet meer of niet langer meer kunnen blijven zitten in karmische relaties, karmische situaties. En dat we echt wanneer onze ziel ervoor gekozen heeft om te groeien, om bewust te worden, om de dingen aan te kijken die moeten aangekeken worden. En dat is daarom ook dat de drie kaarten die er naar boven komen, of die eruit gekomen zijn, is de judgment kaart met resultaten, dus beslissingen, finaliteit en de outlook. Dus het resultaat eigenlijk echt. De Hierophant kaart, waar dat er extra op staat, trainer, wijsheid, begrip en mentorschap. En dan ook de zonkaart, maar de zonkaart ligt ondersteboven. En die geeft als kernwoorden vrijheid, onschuld, vrije spiritus, vrije geest en natuur. En de cijfers zijn 20, 5 en 19. Ik voel dat dat voor sommigen van belang is. En dus de grootste schaduw waar we nu tegenaan lopen, is dat we eigenlijk op dit moment waar we nu zitten, zijn we zodanig gefocust op de voltooiing van ons doel. En proberen we daar informatie rond over te krijgen. Maar het probleem is dat we eigenlijk het eindresultaat niet volledig zien. Waarom? Omdat het niet gaat om het eindresultaat of een bepaald doel. Bijvoorbeeld het manifesteren van een relatie of manifesteren van nieuw werk of manifesteren van geld of wat dan ook. Daar gaat het niet over. Het gaat wel over wat het ontvangen van die manifestatie jou brengt. Namelijk, en dat is bij de meesten zo, een bepaalde vorm, een soort van vrijheid. En daaraan is gekoppeld dat we gaan beseffen dat we allemaal één voor één, ik en iedereen die luistert, dat we allemaal onschuldig zijn. Dat we allemaal ten prooi gevallen zijn aan dynamieken en mechanismen waarin dat we losgekoppeld werden van elkaar en waarin dat we het idee van slachtoffer en dader op een zodanig grote manier hebben uitgespeeld dat we eigenlijk de diepste kern van onszelf verloren zijn. En dus ook die liefde verloren zijn. En de wijsheid verloren zijn. En hoe meer dat we nu weer opnieuw gaan ontdekken en ons weer gaan verbinden met het onschuld, met de natuur om ons heen, met de natuur van wie dat we zelf zijn, dus de oorspronkelijke kern in onszelf, hoe meer dat we gaan zien waar dat we heel veel oordelen hadden over onszelf, waar dat we heel veel manifestaties hebben gemanipuleerd, tegengehouden, omdat we niet vertrouwden in het grotere geheel, omdat we niet vertrouwden dat het universum er is en er ook klaar staat om ons te helpen en ons te ondersteunen. En dat is hetgeen wat we in 2024, elk voor onszelf, maar ook heel op collectief vlak, nog meer gaan leren en nog meer gaan zien. Als je licht voelt in je hoofd, weet dan dat er nu ook weer hele hoge energieën naar de aarde komen. En geef je lichaam gewoon de tijd
om doorheen deze belangrijke transitie te gaan. Nog zeker tot seizoen, want op de Hierofantkaart staat er ook een stier. Dus zeker tot en met het einde van het stierseizoen. Laat me denken, dat is eind mei. Dus het stierseizoen van de stier is van 21 april tot 2021 mei. Dus zeker tot dan mag je rekening houden met volgende fases in het ascensieproces. Volgende stappen, diepere lessen. Omdat we nu eenmaal aangebroken zijn en gekomen zijn op het volgende stuk, het volgende pad. Dan zien we dat... die lag binnen rond. We hebben de 3 van munten. Ik ga eerst, vooral hier dat ik dingen zeg, kijken wat er nog allemaal komt. We hebben de 8 van zwaarden, de W van wanten omgekeerd, de 10 van zwaarden. Ik dacht dat ook de judgment kaart was, omgekeerd, kan straks eens kijken. De knight van wanten, de 3 van wanten omgekeerd, de 5 van zwaarden en de emperor. En dan heb ik nog 1 kaart nodig. De boodschap dat ik ook kreeg, want mijn kaarten vlogen allemaal overal rond, is focus je energie op één ding. Kies één ding en werk dan daarop uit. Ja, voilà. En dan werkt het, dan lukt het. En dan krijgen we de 3 van bekers nog omgekeerd. En de hoge priesteres-kaart ligt aan de onderkant van het dek. En dus dat is de rode draad doorheen alles. Wacht, ik ga zien dat het aan de andere kant is. De 9 van... bekers, dus diepe emotionele vervulling, maar die ligt ondersteboven. En dus daarom zijn we er nog niet. Dat is eigenlijk het volgende doel, het volgende stap in de collectieve bewustwording, de uplevels, wat dan ook. Namelijk dat we de verborgen wijsheid opnieuw weer gaan ontdekken, maar op die manier, zodanig dat het van binnenuit komt. Net zoals dat ik hier nu deze video maak. Ik gebruik de kaarten om ankerpunten te hebben, om informatie te channelen. Maar in principe heb ik dat niet nodig, omdat die wijsheid die ik nu met jullie deel, die kennis die ik nu met jullie deel, de inzichten die ik met jullie deel, die zitten al in mij. Ik ben verbonden met alles wat één is, alles wat in leven is, gewoon met alles om mij heen. En dus dat is ook iets wat we moeten, wat je mag gaan leren begrijpen en nog meer gaan verankeren en integreren in jezelf. En ik zie net 0808, ook niet toevallig, want ik ging net iets zeggen over manifesteren en overvloed. Dat al de dingen die je wenst te ervaren, al de dingen die je wilt gaan voelen, die zijn er al. Maar het is onze de overtuigingen die we gehad hebben, de ervaringen uit het verleden, de pijn die nog in ons zit, die ervoor zorgt dat we niet in staat zijn om ons te verbinden met al wat is. En dus wordt er net gevraagd om naar binnen te gaan. Ja, want de kaart die ik dacht dat de gerechtigheid was, is eigenlijk de hermit kaart. Dus de kluizenaarskaart. En die ligt ondersteboven. Waarom? Omdat we veel te vaak gefocust geweest zijn op de buitenwereld. We hebben veel te vaak gekeken naar de 3D-bewijzen om te weten of dat de angsten die we hadden of om de ideeën die we hadden, of dat die wel gerechtvaardigd waren of niet. En zeker ook wanneer je op het pad van een tweelingvlam loopt of gewoon zelfs een diepe zielsconnectie wilt gaan manifesteren met een soulmate. Ook daar is... het is belangrijk dat je altijd bewust bent en altijd kiest om te vertrouwen op hetgeen wat je voelt. En dan bedoel ik het niet over angsten, maar over de energie. Wanneer je het hebt over een tweelingvlamconnectie of een soulmate-connectie, pas toe dat voor jou van toepassing is, dan gaat het altijd over de
over de energetische connectie. Het gaat nooit over de ego-identiteit dat jullie beiden hebben gecreëerd voor jezelf. Want dat is iets die vloeibaar is. Dat is iets die constant verandert naarmate dat je meer lessen leert. Naarmate dat je meer van jouw hogere zelf en van jouw eigen ziel gaat gaan integreren in dit leven. En dat maakt dat we dus komen op een punt waarin dat we relaties hebben die op je pad komen en dat je na een verloop van tijd zegt of voelt van, ik voel het niet meer. Het lijkt alsof dat de liefde dat ik ooit voelde, laat ons nu niet hebben over of dat al dan niet liefde was, dat is een andere video. Maar dus dat je voelt dat de aantrekking verdwijnt. En dat is ook logisch, want de energie, de reden waarom dat we tot mensen aangetrokken worden, waarom dat we tot plaatsen toegetrokken worden, waarom dat dieren in ons leven komen, dat heeft altijd te maken met energie. Heeft altijd te maken met je frequentie. En dus wat zie ik hier ook in de kaarten, is dat dus door het feit dat we veel te vaak gefocust hebben op de mind, op de gedachten, dan dat heeft er ook voor gezorgd dat we ons gewoon vast hebben gevoeld. We hebben onszelf vastgezet. En we hebben veel te veel dingen ingepland, veel te veel gewoon willen gaan controleren, omdat we geleerd hadden van als ik mijn omgeving kan gaan controleren, dan ga ik niet die diepe emoties voelen. Of dan kan ik gaan anticiperen en ga ik niet overweldigd worden door al die emoties. En dus net daarom wordt er ook nu gevraagd van, welk plan wil je? Wat is het dat je wil gaan manifesteren? Want uiteindelijk, je hebt een bepaald doel. Dat is hetgeen dat ik in het begin van de video gezegd heb. Je hebt een bepaald doel. Iets dat je wil gaan aantrekken, gaan manifesteren. Maar eigenlijk gaat het daar niet over. Het gaat niet over die auto. Het gaat niet over dat werk. Het gaat zelfs niet over de relatie. Het gaat over wat dat het zijn in die relatie. Of het ervaren van die relatie. Hoe dat jou laat voelen. En dat is hetgeen wat we zien in de tweede rij. Omdat we uiteindelijk dan die drie van bekers als laatste kaart gekregen hebben. De drie van bekers gaat over, ik weet dat er sommigen dat zien als een derde partij, maar dat voel ik hier echt niet. Omdat het gaat over het verbinden met gelijkgestemden. Maar de kaart ligt omgekeerd. Dus het is belangrijk dat naarmate dat je evolueert, dat je verandert, dat je durft mensen los te laten. Dat je durft kiezen voor je individueel succes. Want de kaart van individueel succes ligt ondersteboven. Omdat je het gevoel hebt dat je nog vastzit. Omdat je het gevoel hebt dat je vastzit in de sociale orde van dingen. In hoe dat anderen zeggen dat het moet zijn. Hoe dat anderen jou altijd wijsgemaakt hebben hoe dat moet gaan zijn. En plots kom ik dan op je pad die zegt van ja, nee, we gaan dat allemaal anders gaan doen. Dat werkt niet meer. Dus net daarom is het belangrijk dat je naar binnen gaat. Dat je leert opnieuw te luisteren naar dat kleine stemmetje in jezelf. Dat je weer leert enthousiast te zijn over jouw eigen levensvisie. Over de dingen waar je diep van binnen voelt die mogelijk zijn. Over de ervaringen die je wilt gaan doen. Wilt meemaken. Als ik kijk naar mijn eigen manifestaties en de dingen die nog op mijn mensenlijstje staan. Behalve mijn Porsche Cayenne natuurlijk. Maar is geen enkele andere manifestatie iets fysieks, iets tastbaars? Want het gaat allemaal over ervaringen. Want tenslotte, wanneer dat je hier als ziel zegt van oké, ik heb mijn tijd gehad, ik heb de dingen gedaan dat ik wou doen, dan neem je die Porsche Cayenne niet mee. Dan neem je dat chique huis niet mee. Dan neem je dat geld die op je bankrekening staat niet mee. Het enige wat je meeneemt is de hoeveelheid die je lief hebt gehad. De ervaringen die je gehad hebt door je leven. Dat zijn de dingen die jouw ziel laten uitbreiden. En die je ziel verrijken. En ik word ook heel emotioneel als ik dat zeg. Een extra teken dat dat een hele belangrijke boodschap is. En misschien word je zelf ook emotioneel als je dat hoort. Omdat het een soort van bevestiging is. Maar ik weet het niet. Dat moet je voor jezelf toepassen natuurlijk. Welke boodschap? Oké. Unicorns. Wat moeten we nog meedelen aan de mensen? Wat hebben ze nog nood om te horen?
Wat hebben we? Cocoon of White Light. Rest in perfect love, understand oneness. Ja, exact wat ik daarnet gezegd heb. The Cosmic Rainbow. Look for the pot of gold, accept joy. Want de pot of gold en de gouden pot is dat geluk, zoals ik daarnet ook gezegd heb. En dan de laatste kaart is de 44 met I am presence. Expand your star gateway, I am that I am. En dat is hetgeen waar we uiteindelijk ook mee begonnen zijn. En dat vind ik ook zo mooi aan het gebruiken van kaarten. Omdat ze gewoon bevestigen wat hij zegt. Dus de laatste boodschap en het advies dat ik in deze video nog wil meegeven. Want ik wil het ook niet te lang maken in deze video. Waarschijnlijk dat je ook gaat merken dat mijn energie redelijk uitgeput is. Omdat ik de laatste weken doorheen wat transformaties weer ben gegaan. We krijgen we nu als advies een cocoon van wit licht. Ik voel niet wit licht, maar eerder wel diamantenlicht. Dus werken met diamantenlicht samen. Maar ook met de regenboogvlammen. Dus met wat zeggen, met een combinatie, verschillende combinaties van verschillende kleuren tegelijkertijd samen. Dus superkrachtig. En vind dan rust in liefde. Vind rust in die onvoorwaardelijke liefde. En begrijp ook de eenheid die er is. Ik voel constant emoties opwallen. Ik ben op de urge, zoals ze zeggen, op de rand van te beginnen wenen. Dus als jij ook dat gevoel hebt, alsjeblieft, laat het dan toe. Laat het gewoon stromen. Laat het er gewoon zijn. Ik hou me nu wat tegen, want anders kan ik de video niet meer opnemen natuurlijk. Maar laat het er gewoon zijn. Dat is superkrachtig. En begrijp ook, en dat is ook een van de dingen die erin staan, dat je ook één bent met andere zielen om jou heen. Zeker als je op pad van een tweelingvlam loopt. Dan gaan er andere momenten zijn waarop je plots zo overweldigd voelt. Dat je plots angst voelt. Dat je totaal niet weet van waar dat vandaan komt. Of als je ergens met mensen samen woont. Of bijvoorbeeld je beste vriend of vriendin en er gebeurt iets. Dan ga je dat gewoon in jezelf voelen. Bijvoorbeeld een van de dingen dat ik ook eind vorig jaar. Dus in december en nu in januari opnieuw nog eens. Ervaren met mijn eigen vader is ook het feit dat door het feit dat mijn energie hoger geworden is, is het voor hem heel uitdagend om mij te aanvaarden of gewoon ook te accepteren voor wie ik ben. Zonder constant getriggerd te zijn in zijn eigen stukken. Maar natuurlijk heb ik dingen neergezet en dingen anders gedaan, waar hij tot nu toe nooit in staat geweest is en wellicht misschien ook nooit zal en toe in staat zijn. En dat maakt dat hij op een zo'n dergelijke manier uithaalt daarmee, dat ik gewoon zo'n toxische, laagtrillende energie voel, dat het gewoon fysiek pijn doet aan mijn lijf. Waardoor dat ik dus niet lang heel fysiek in dezelfde ruimte met hem kan blijven, omdat het mij gewoon zodanig uitput. Dus ook daarin is het belangrijk om dat te erkennen voor jezelf. Het is belangrijk om te luisteren naar die signalen die je krijgt van je fysiek lichaam. En om altijd die keuzes, die relaties te kiezen die jouw plezier brengen, die jouw blijheid brengen, die vervulling brengen. Niet omdat die andere mensen slecht zijn, zeker niet, maar gewoon omdat je geen controle hebt over hun proces. Dus daarom krijg ik ook als laatste kaart die I am presence, dus ik ben aanwezigheid. Want dat is wie dat we zijn. Dat is, als je afvraagt van wie, ik weet niet wie dat ik ben. Ik wil niet weten hoeveel mensen dat tegen mij zeggen doorheen de coaching sessies en ondersteuning en gewoon mails dat ik ook kreeg. Van Lindsay, ik weet niet wie dat ik ben. En dat is, dan is het belangrijk om te begrijpen dat het is omdat je uitgegroeid bent. Je bent eigenlijk je eigen fysieke lijf. En dat is niet je fysieke lijf. Maar je bent eigenlijk de rol die je had aangenomen. Vanuit je ego zelf ben je ontgroeid. En die frequentie daarvan, dat past totaal niet meer bij wie dat je nu geworden bent qua energie, dus qua frequentie. Wat dat maakt, dat er natuurlijk, hoe hoger je energie bent, en ik heb dat ook al vaak in andere video's gezegd, hoe hoger je energie bent, hoe moeilijker en hoe lastiger dat is om woorden te vinden om dingen uit te drukken. En dat is ook de reden waarom dat ik altijd heel bewust ben met de woorden die ik wel of niet uitspreek. Want elk woord heeft een frequentie. En mijn grootste uitdaging is om de dingen die ik ervaar, de energie die ik voel, dus de boodschappen die ik via energie doorkrijg, om daarvoor de juiste woorden te gaan kiezen. En gelukkig moet ik dat zelf niet kiezen, maar is dat eigenlijk mijn team die dat mij meebrengt, mij meegeeft.
Maar ook hier, dus extra nog weer de boodschap van verbind je met die overvloedige energie dat je bent. Verbind je met die eenheid dat je bent. En laat alles dat je niet kan inpassen, of alles dat je niet kan begrijpen, of alles dat je gewoon, als je eraan denkt, verdrietig maakt, laat dat gewoon los. Het heeft geen nut, het heeft geen doel, geen verder doel in je leven. Want jouw enige doel is terugkeren naar onschuld. Is terug die vrije geest worden. Is terug naar jouw blauwdruk worden. Naar die blauwdruk van onvoorwaardelijke liefde. En je terug verbinden met je innerlijke zon. Met je ziel. Dat gezegd zijnde, ga ik anders hier de video de reading stopzetten. Ik ga mijn best doen om weer wat actiever op YouTube te zijn. En natuurlijk ook voor jullie wat meer video's te maken. Maar daarin moet ik ook heel trouw blijven aan mijn eigen proces en mijn eigen groei. Wanneer ik niet in de juiste energie zit, dan zou ik ook niet de juiste boodschappen kunnen channelen. Dus vandaar weet ik ook dat jullie gaan begrijpen waarom dat bijvoorbeeld de ene keer 3, 4 video's achter elkaar gekregen en een andere keer een paar weken geen video's. Dat is nu eenmaal hoe dat werkt en ik hoop ook op die manier een voorbeeld te zijn voor jou en jouw eigen ontwikkeling en eigen bewustwording, waarin dat je leert om echt vanuit die vrouwelijke energie, vanuit die heel de vrouwelijke energie, in flow te gaan. In die flow te durven geloven en te durven stappen. En enkel maar die stappen te ondernemen, dus alleen maar actie te ondernemen wanneer je het echt diep van binnenuit voelt, wanneer je er echt toe geleid wordt. Voilà, dat was voor deze video. Als je een healing nodig hebt, want ik voel dat er heel veel mensen zijn die nood hebben aan een healing, dan kan je die natuurlijk reserveren via de website. Heb je vragen, persoonlijke vragen, waarin dat je een eigen channeling of reading wenst, dan kan je natuurlijk ook via de website reserveren. Dat was voor nu. Ah ja, ik ga nog eventjes de kleuren herhalen of van de vlammen waarmee we samenwerken dat ik hier doorkreeg. Dus ik had al gezegd de diamantenvlam, sowieso. De gouden vlam ook, de regenboogvlammen. Dan hebben we de violette vlam, de oranje-paarse vlam, dus oranje en paars samen. En dan ook de robijnrode vlam. Dus dat zijn de belangrijkste vlammen. Zie welke dat er meeste in je oren of ogen springen. En dan wens ik je alvast heel veel plezier en heel veel liefde toe. En tot in de volgende video. Dag!